Goeiedag, Telegraaf vandaag van maandag 6 februari. De dag dat een online fitty tussen Geert Wilders en Alexander Pechtold helemaal uit de hand loopt. Aanleiding is de volgende tweet van de PVV-leider. D66 wil Amsterdam afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt. Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen. Is dit de volgende stap? Het gaat vooral om de foto die erbij zit. We zien Pechtold actie voeren samen met radicale moslims. Maar wat blijkt? De D66-leider is erin gefotoshopt ruim 7 jaar geleden al. Toen stond het plaatje links al op Dumpert. En het origineel rechts is dus ook al jaren oud. Pechtold had het blijkbaar nog nooit gezien, want hij noemde het vandaag eerst nog creatief knip- en plakwerk van Wilders. Maar een paar uur later zat het hem nog steeds behoorlijk dwars. Op Facebook schreef de D66-leider vanmiddag dat hij normaal wel om dit soort dingen kan lachen, maar deze keer niet. Door mij neer te zetten als terroristenvriend hitst Wilders zijn aanhang op. Ik ben niet van suiker, maar hier trek ik de streep, aldus Pechtold. Waarop Wilders ook weer reageerde. Hou op met klagen, drama queen. Je stond zelf te demonstreren tussen Palestijnse vlaggen, AFA-activisten en Hamas-vriendjes. Hashtag hypocriet. Pechtold denkt er inmiddels over om aangifte te doen tegen Wilders. Want volgens hem kan dit soort dingen in tijden van nepnieuws en alternatieve feiten grote gevolgen krijgen. De zegen van collega's heeft hij in ieder geval. Jesse Klaver bijvoorbeeld vindt het laag en onverantwoord. Wilders gooit met zijn nepfoto zijn eigen geloofwaardigheid te grabbel, zegt de GroenLinks-leider. En PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher hoort helemaal, liever helemaal niks meer. Delete your account, dat is zijn hele advies aan Wilders. Gezellig daar in Den Haag. Maar ja, hoe moeten wij deze clash nou opvatten als publiek? Chef Wouter de Winter van de parlementaire redactie. In Den Haag zijn ze natuurlijk wel wat gewend van elkaar. Dat er nu een soort Twitter-oorlog vandaag ontstond tussen Pechtold en Wilders hoort natuurlijk ook allemaal wel bij het wapengekletter in het kader van de verkiezingen. Ik denk aan de andere kant dat je het ook een beetje met een korreltje zout moet nemen. Ik denk dat Wilders even fel had gereageerd op Pechtold als die het in zijn hoofd had gehaald om het foto van Wilders bij een nazi-demonstratie te photoshoppen. Dus wat dat betreft, het zijn natuurlijk wel allemaal volwassen mensen. Het is verkiezingstijd. Toon wordt verscherpt, gaat er heftig aan toe. Ik denk niet dat Pechtold op excuses van Wilders hoeft te wachten, want die komen er niet. Wilders heeft eerder al gezegd, spijt in de politiek is zinloos. Dus ik verwacht dat we de komende tijd nog wel vaker dit soort oorlogjes zullen zien gevoerd worden tussen de verschillende fractieleiders in de Tweede Kamer. Dat belooft nog wat. Aldus Wouter de Winter. Dit was Telegraaf vandaag. Bedankt voor het kijken. Fijne avond. Dag.